Ja. Het is toch altijd hetzelfde. Je pikt ze altijd goed, hè. Altijd. Ik zeg maar zo, elke kwakkert blijft in de kakkert. Zeker, succes en heets, hè. Het is toch hetzelfde. No. Altijd hetzelfde. Anton, wat gebeurt hier toch allemaal? Laboon. Ik zou zeggen, zing ze een stukje. Oh, Antoine, voor die gaat zien. Want hij bloem huurt pirochel, dus dat kwam nog goed terecht. Ik ben nou geen nere, al was dat ook niet kwaad. Die huren nu pirochel, dus die zijn weer van de straat. Ik woon in Rochel, in Rochel. Want rochel spant voor mij de kroon. Ik kom ook niet uit Halle, dat duidt me geen verdriet. Die plaats huurt niet bij rochel. Ik halen niet, ik kom ook niet uit Heidse, dat is een groot geluk. Want woon je in Heidse, man, dan sprong ik van de brug. Ik woon in Rochel woon ik zo schoon, want voor mij de kroon. Slip hier kan fouten maken, zo wie met klein Paris. Want erg voor die van Heidse, nu zijn die niet goed wies. Een grote moer om Heidse, een dokter en verheer. Dan is wat kind je prachtig zeggen. Ria, weet je wat? Het was al laat. Zing samen een liedje, ja? Zing samen een liedje. Jo, Antoine. Jo, Ria, wat we doen. Voilà. Positief.
prachtig, prachtig. Oh, Labone, prachtig gezongen, prachtig. Duo, prachtig. Oh, prachtig. Oh, geweldig, geweldig. Kom, kom ik gewoon naar achter. Oh. Eén voor één zijn ze vertrokken. Eén voor één of met z'n tweeën. Hoe ze heen zijn, dat blijft gokken. De gasten zijn vertrokken. De gasten zijn vertrokken. De mensen zijn alweer op weg. Naar hoezeer of gewoon verder. Verder op hun levensweg. De gasten zijn vertrokken. Voor hen viel bij de beuk het dook. Blijft slechts over de herinnering. Een handtekening in het gastenboek. Maar het hotel even, dat geeft gewoon weer. De kamers zijn alweer leeg. De bedden werden snel verscheurd. Op een gang huur ze geveegd. En bij de receptie, daar klinkt alweer het belken. Sleutels aan een grieze bol. Daar werd driftig ingecheckt. Het hotel loopt stil en vol. Want één voor één komen ze binnen. Eén voor één of met z'n tweeën. Ja, we kunnen wel weer vooraan beginnen. Want de gasten, de nieuwe gasten, komen binnen. Ja, zo gaat het altijd en overal. Want het hotelleven, dat is universeel. Al best in Tokio of New York City, in Amsterdam of in Maasneel. En in Roggel, daar is het al heel gemakkelijk. Daar hoeft ze niet eens op zoek. Neven de kerk sinds 1760 kent ze daar op bezoek bij Beuk.
dames en heren, ben ik te verstaan? Heel even kort gaat. Puik 6, dit was Bezeugd Wie Beugd. Deze bende heeft het weer spits gekregen. En we hebben weer 1100 man in de zaal gehad. We werden er zelf een beetje zenuwachtig van. Want wat moet dat in godsnaam weer het volgend jaar geven? Waar je gasten, waar je zelfs een hele hoop gasten ooit heidse voor de minst vrijheid tevreden stellen. Ja, yeah, oké. Okay. Dames en heren, een half jaar geleden zijn er een paar mensen bij ons gestopt. Gewaardeerde krachten helaas en probeerden een paar nieuwe te vinden. Dat is ontzettend moeilijk. Maar we hebben gedacht dat we er toch een aantal gevonden hebben. Ik wil er een paar voorstellen die je niet op de bühne zit, maar die je alleen achter de bühne zo kunnen zien. En je kunt zelf beoordelen of je minst er gaat voor gemaakt hebben. Decor is er aanwezig. Jan Sonnemans, ontwerper van dit decor. Jan, waar ben je? Hij zit achter de camera, dus we kunnen hem echt niet zien. Dan hebben we de bouwer van dit decor. Dat is Matt Hendricks. Mattje, naar voren. Hey, Mattje. Hij heeft 2 weken met Peter Vullers hier in de show gekampeerd, dames en heren. Hugschooien moeten even bij genoemd worden. De video is er aanwezig. Peter Speksnijder. Hey, Pierre, wat is hij? Nou, daar zit er ook wel achter. Daar komt ook wel neer. Jammer, jammer, jammer. Cameraman was Roger. Nou, de rest heb je op de bühne gezien van de mensen. Op de aftiteling staat de rest. We willen speciaal bedanken. Pierre Roube, John Jansen, Andres en Nicole de Wit en Wim Smets. En alle andere naamlozen, het personeel en zo. Want zonder allemaal die peukenmensen was er geen cabaretpeuk. Dames en heren, dit was Bezoek bij Beuk. Als je de onderdeel wilt gaan, kent je doen, wij gaan nog eens raken. See you, wellicht tot volgend jaar. Hey.